Super tof, je hebt net mijn trainingslijn aangeschaft of misschien sta je op het punt om hem aan te schaffen. Maar er hoort ook een klein stukje uitleg bij die ik je graag wil geven. Want hoe werkt zo'n trainingslijn nou eigenlijk? In de eerste plaats gaat het allemaal om jou. Hoe voel jij jezelf? Hoe ga je met de lijn om? Jij bepaalt het succes. En daarnaast is het belangrijk dat je naar de positie van de lijn gaat kijken en of je hond links of rechts van je loopt. De bedoeling is namelijk dat de lijn aanspant en weer ontspant. Dit is het allerbelangrijkste wanneer je de lijn gebruikt. Wanneer je de lijn verkeerd omdoet, dus er komt een soort knikje in, dan werkt hij namelijk niet goed. Hij schuift niet helemaal meer. Dus de lijn moet altijd helemaal doorlopen naar jou. Dus als ik hem hier laat lopen, moet hij zo hangen. En als mijn hond aan de andere kant zou lopen, hang ik hem zo. Je kan het even controleren door als je dit ringetje even als beginpunt houdt. Het leren labeltje moet aan de kant van jouw been zitten. Dus zo als hij hier loopt en ik moet hem omdraaien als hij aan de andere kant loopt. Daarnaast is de positie in de nek belangrijk. Hierboven zit namelijk niks, maar kan je hem wel heel makkelijk bijsturen. Je kunt je voorstellen als je hond helemaal naar links of naar rechts trekt, of misschien zelfs wel uitvalt, dat je van heel ver moet komen als hij veel bewegingsvrijheid is. Door de lijn hier te doen, kan je veel sneller bijsturen. Ik wil altijd als het ware hand in hand met de hond lopen. Hond ontspannen en jij ontspannen. Samen lekker op pad. Nou, hoe ziet dat er nou uit? We beginnen dus met het bepalen van de positie van de hond. Op de hondenschool leer je vaak dat je hond links van je moet lopen. Voor mij maakt het niet zo heel veel uit. Kies vooral wat jij lekker vindt en hoe je het beste kan ontspannen. Nou, Bailey zit nu toevallig links van mij, dus ik laat haar ook daar even lopen. Ik ga dus eerst kijken hoe moet ik de lijn om gaan doen. Hij moet dus aantrekken en ontspannen. Dus als Bailey hier loopt, is dit de goede positie. Je kan het dus altijd weer even controleren door het leertje. Moet aan jouw beenkant zitten, dus ik zit nu goed. Als ik daar zou lopen, zat het leertje niet aan de kant van mijn been. Daarna gaan we kijken waar gaan we de riem plaatsen. Die moet zo hoog mogelijk tegen de oren. Echt tegen het oor aan. Je voelt hier ook als het ware een soort deukje. Daar moet hij in zitten. Zeker bij honden met lange haren, zorg dat hij ook goed aan de onderkant hoog zit. Want anders trekken die lange haren hem steeds weer naar beneden. Wanneer die goed zit, schuif je hem aan. Zo strak als eigenlijk je horloge zit. Dus hij zit wel aangesloten, maar hij kan niet alle kanten op. Je kan het ook zo zien dat als je geen spanning op de riem hebt, maar je trekt hem wel omhoog, dan schuif je hem aan. Dan heb je namelijk altijd nog speling om te communiceren met je hond. Vervolgens ga je kijken, wat moet jij zelf doen? Hoe kan jij het beste staan? Dat is altijd door je hand ontspannen naast je te laten hangen, dat je hond tot je knie loopt en dat je makkelijk kan bijsturen. Hand in hand met je hond lopen is het doel. Hond ontspannen en jij ontspannen. Heel veel succes!